Oké, snel, Alex, snel. Nee! Ik ben aangespoeld op een eiland en ik moet hierop zien te overleven. En dit gaat best goed. Ik heb bijvoorbeeld al een huis en zelfs kippen. Maar ik heb meer nodig. Ik moet namelijk echt zien te overleven. Dus daarom gaan we vandaag een boerderij bouwen. Jij moet deze video liken, al heb jij ooit een kip in het echt gezien. En koop de merch op alexkleinshop.com. Als eerst ben ik er benieuwd naar of er iemand in de tussentijd toevallig in mijn kluis heeft gekeken. Nee. Hier onder dit dirt heb ik namelijk een geheime kluis gemaakt. Mijn beste vriend Dennis zit namelijk ook in deze wereld. Alleen woont hij op een ander eiland. Ergens midden op zee ook. Het zou dus zomaar altijd zo kunnen zijn dat hij ineens in mijn eiland gaat inbreken. En dat wil ik niet hebben. Oh, mijn huis gaat er wel zo mooi uitzien. En ik wil dit vandaag een klein beetje meer afmaken. Dus het leek mij een super gaaf idee om deze boom te gaan hakken hierboven. We kunnen hier dan ook gewoon opklimmen wat super gaaf is. Want we moeten eerst beginnen met het weghakken van de takken hier. Zo. Anders blijven er namelijk allemaal dingen in de lucht vliegen. En dat moeten we ook niet hebben. Zo oud voor mij. Oké, dat hout is op de grond gevallen. Dat is jammer. Zo, en dit nemen we ook mee. Hey, stom stukje hout. Ga eens met me mee. Zo, en dan moeten we deze takken ook pakken. Ik heb eten nodig. Ik ga gewoon bijna dood. Dat is echt niet goed. Oké, dit hakken we om. Zo, dit gaat wel heel langzaam. Zo, even crouch. Oké, als ik crouch gaat het heel langzaam. Dat is één ding wat zeker is. Jeetje. En laten we dan nu maar gewoon helemaal naar boven klimmen hier. Zo, en dan ga ik gewoon vanaf het bovenste stukje van deze boom beginnen met hakken. Dan neem ik dit met me mee. Oké, dat was het enige stukje wat een beetje langer zou kunnen duren. En dan kunnen we nu gewoon in één keer de rest van de boom hakken. Zit hier nog meer hout in? Nee, gelukkig maar. En dit kunnen we allemaal gebruiken om mijn mega villa af te bouwen. Echt waar, ik begin gewoon niet eens klein op dit survival eilandje. Ik ben gewoon gelijk een mega villa aan het bouwen. Is dat het slimste wat je kan doen op een gegeven wereld? Nee, niet echt. Is het leuk? Jazeker! Wie wil er nou niet een mega villa hebben op een eiland? Je moet toch op een manier een beetje veilig zitten voor alle monsters die er aankomen. Ik wil namelijk echt niet opgegeten worden door een zombie of beschoten worden door een skeleton. Het boerderijtje van de kippen moeten we zometeen eigenlijk ook echt spoedig gaan uitbreiden. Ze hebben namelijk best wel weinig ruimte voor de hoeveelheid kippen die er nu komen. En die kippen kunnen we heel goed gebruiken. We kunnen namelijk een eierenfarm maken. En op die manier kunnen we alleen maar meer kippen krijgen. De saplings die ik tot nu toe heb, die wil ik eigenlijk gewoon gelijk al gaan planten. Ik heb er namelijk nu 3. 1, 2, 3. Ik moet wachten tot er wat naar beneden valt, maar dat valt er niet. Gelukkig heb ik anders nog in deze kist een sapling liggen als het goed is. Jazeker. En die kunnen we er gelijk mooi bijplanten. En kijk dan hoeveel hout we nu wel niet hebben. Dat is echt niet normaal. Ook moet er misschien nog even wat meer zand in de oven. We hebben namelijk superveel glas nodig. Oeh, dried kelp is wel klaar. Dat is goed om te weten. Hebben we hier nog zand? Ja, zeker. Een hele stack zelfs. Gooi het er gewoon allemaal in. Dan gooi ik van dit hout ga ik allemaal brandstof maken. Of we hebben kool trouwens. Ja, dat zit in mijn kluis. Dan doen we het gewoon zo. Visje eet ik eventjes lekker op. De eitjes die pak ik er eventjes bij. En kom op. Babykip. Oh, babykip. Oh, babykip. Babykip. Daar komt geen eens een kuikentje uit. Oké, snel, Alex. Snel. Nee! Oh nee, hoe ga ik dit ooit doen? Ze ontsnappen allemaal. Oké, ik moet dit anders doen. Seed. Oh, we gaan het zware geschut inzetten. Kom maar, kippies. Het is tijd voor jullie eten. Oh, jij moet ook nog naar binnen zien te komen. Zo, ga nou naar binnen. Hallo, kippie. Hey, komen jullie eens even hier naar binnen? Dankjewel, dat is een stukje beter. We kunnen nog een seed erbij zoeken voor ze. Dat is denk ik wel aardig. Nee, dat gaan we niet doen. De seeds moeten we gebruiken voor een farm. Hier ligt heel veel glas. Dat neem ik gewoon allemaal mee. Om natuurlijk uiteindelijk meer glas mee te maken. Zo. We hebben namelijk echt veel glass panes nodig. Dat is niet normaal. En misschien kunnen we hier ook nog een mooi raampje in maken. Nou ja, ik denk het niet trouwens. De crafting table wil ik wel binnen hebben staan. Die vind ik er namelijk... Dat is namelijk gewoon super handig. Om die even hierboven neer te zetten. Ik heb ook de schaar nog bij me. En er loopt hier als het goed is een blauw schaap rond. En die moeten we ook hebben. Ik moet en zal namelijk een bed hebben. Want dat zal betekenen dat mijn spawnpoint dan ook op dit eiland terechtkomt. In plaats van midden op de zee. Dankjewel. Hey, hier loopt nog een kippie. Ach, wat een liefie is het ook. Als dit schaapje nu nog even wat gaat eten, zou dat fijn zijn. Oh, we hebben ook maar één schaap op dit eiland. Hoe kom ik ooit aan meerdere schapen? Weet jij het? Laat het weten in de reacties. Liggen er nog saplings bij? Oh, ja, zeker. Die neem ik mee. We kunnen gewoon een hele jungle planten straks hier zo. Laten we sowieso eventjes wat meer glass panes maken. Ik ga er gewoon 32 maken. En wat komt er hier zo te staan? Ik denk
denk niet het balkon. Nee, hier komt gewoon een muur te staan, letterlijk. Pakken we even een stack met bloks erbij. Hoppakeetjes. Dan doen we dit zo perfect. En dit mag ook helemaal opgevuld worden. Ik hoef hier geen raam te hebben, hoor. Zo, beter. Hier mag namelijk wel een heel groot raam kopen. Ik denk dat dat er al heel gaaf uit gaat zien. Deze manier naar boven en hop hop, hop hop en hop hop. Perfect! En dan is het denk ik tijd om hier een dakje te maken. Maar ik heb hier dus nog glass panes over en die komen hier als speciaal relingje. Zodat je hier gewoon niet naar beneden valt, oké? Dat lijkt me namelijk niet zo heel veilig. Maar waarvan maken we het dak? Ik denk dat ik het dak wil maken van cobblestone slabs. Ik denk dat dat wel mooi is. Laten we daar gewoon een stack van maken voor nu. En dan ga ik dat alvast neerzetten overal. Oké, niet vallen, Alex. Niet vallen naar beneden. Dat gaat heel veel pijn doen aan je voetjes. Oké, laten we eerst de buitenste randen neerzetten. Ik denk dat dat het beste is als we dat zo doen. Zo, nee, daar viel ik al bijna. Ik heb niet eens een pickaxe bij me om dit te corrigeren. Oké, dan doen we het maar gewoon zo op de ouderwetse manier. Oftewel gewoon lekker alles laten staan. Zo, en dan doen we dit hier zo. Hop, 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 hop. En hier eroverheen. Perfect. Dat ziet er nog best wel goed uit. Het enige wat we dan nu nog hoeven te doen is dit randje hier zo opvullen sowieso. We hebben echt nog veel meer cobblestone slabs nodig. Dat is niet normaal. Hallo, crafting table. Ik heb je weer nodig. Zo, doe één keer zo. Bam! Dan hebben we er twee stacks bij. Dat moet wel meer dan genoeg zijn, toch? Zo, en dan vullen we dit nog eens helemaal op. Ja, trouwens, ik weet niet of dat meer dan genoeg... Wow! Er spant in één keer een hele jungleboom. Dat is super gaaf. Oké, dit zo en dit zo en dit zo. En dit daar. En dan gaan we dit gelijk even dichtbouwen. Mooi zo. En dan hoeft er niemand meer op mijn dak te komen. Want die is gewoon gesloten. Zelfs met een torch binnen. Laten we hier zo ook nog even een torch zetten. Is denk ik wel handig. Of we zetten hem hier neer. Dan verdelen we het licht namelijk goed. We hebben niet al te veel torches namelijk nog. Maar dan is het huis wel redelijk af. Behalve dit dan nog. Dit moet nog even dicht. Zo, perfect. Ook weer gedaan. Hoi, kijk dan hoe mooi dit is. Misschien dat ik dan hier nog wel wat glas tussen doe. Ik denk dat dat wel nice is. Dat je een mooi uitzicht hebt door dat andere raam vanaf hier. En wat komt er dan hier tussen? Dat is nog wel een vraagje. Daar kunnen we ook gewoon dit glas zetten trouwens. Hoppakee. Dat ziet er wel mooi uit. Zou het schaapje al gegroeid zijn? Hallo, schaapje! Ik heb je nodig. Nou ja, ik heb eigenlijk het wol nodig van het schaapje. Maar niet tegen het schaapje zeggen. Dan voelt hij zich gebruikt. Waar is die? Daar is die. Dankjewel. Oké, hoe gaaf mijn huis eruit ziet vanaf een afstandje. Oké, deze muur is misschien een beetje kalig. Maar we kunnen daar altijd nog wat dingetjes aan doen natuurlijk. Of we kunnen hier altijd nog uitbreiden in de toekomst. Het gaat erom dat het er van de voorkant mooi uitziet. En ook van de zijkant. Hoop ik tenminste. Oh, dat moeten we nog steeds weghalen. Dat kleine dingetje daar wel. Maar wow, kijk dan hoe dit eruit ziet. Ja, oké. Hier moeten we echt wel wat aan doen, denk ik trouwens. Maar eerst is het tijd voor het... Tromgeroffel, 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 deur. Oké, nee, daar had ik het eigenlijk niet over. Ik had het namelijk over een bed. Voilà, het eerste bed is af. En die wil ik hier hebben. Gewoon in het midden van de kamer. De crafting table gaat hier namelijk toch weg. Hierboven kan dan een schilderijtje komen. Ik denk dat dat wel leuk is. Zo, op deze manier. En dan doen we hier eventjes... Nou, dan doen we gewoon wat dirt. Zo, zo en zo. En hoppakee. Een geel schilderijtje. Dat gaat Dennis leuk vinden. Hoppakee, de schep heeft het gered ook toch. Een mooi schilderijtje van de mooie zonsondergang in Minecraft. En ik zet hier voor nu even mijn crafting table. Mooi in de hoek. Dan is het nu tijd om te werken aan een echte boerderij. En daarvoor heb ik seeds nodig. Oké, ik krijg er gelijk echt superveel. Dat is perfect. Hoppakee, 4 seeds. Moet ik wel genoeg aan hebben om mee te beginnen. Maar waar kunnen we het beste een farm maken? Hier is een mooi strandje, dus ik weet niet of we het daar maken. Maar dit vind ik ook een mooi strandje, dus daar gaan we het ook niet zetten. Oh, ik heb ook weer wat eitjes erbij. Kom op, kip, kip, kip. Ja, het is gelukt. Eindelijk. Oh, daar ben ik blij mee. Oh, nee. En er is een probleem. Er kijkt één iemand deze video en diegene is nog niet geabonneerd. Ben jij diegene? Klik dan nu op de abonneerknop. Ik wacht gewoon, hoor. Ik denk dat het heel mooi kan zijn, al graven we dit een beetje af. Op die manier hebben we namelijk een wat platter stukje waar we een mooie farm op kunnen... Waar is mijn schep? Oh, mijn schep heeft het gewoon begeven. Dan heb ik wat iron nodig. Gelukkig ligt er hier nog wat iron. Dan heb ik ook een crafting table nodig. Laten we ook gewoon hier een crafting table neerzetten. Ik word er gek van om de hele tijd naar mijn huis te moeten lopen. Zo, even een schepje maken.
maken. Natuurlijk van Iron, die gaat net wat langer mee. En dan kunnen we hier zo op deze plek zometeen het plekje maken voor mijn farm. Ik denk namelijk dat dat wel heel nice kan worden. Want we hebben gewoon echt een farm nodig. En om het in het water te maken is denk ik niet zo mooi. Ik denk dat het veel mooier is om het echt op het land zelf te maken. We hebben namelijk ook gewoon een emmertje mee. Waarmee we water hier naartoe kunnen verplaatsen. Dus ik stel voor om hier gewoon lekker wat uit te graven op deze manier. Gewoon een lang strookje als het ware. En dan hier nog zo'n strookje. En dan kunnen we op die strookjes het farmpje maken. En dit hier tussen moet uiteindelijk toch weg. Dus ik haal het nu gewoon alvast weg. Zo, allemaal dirt hier en daar en daar en daar en daar. Oh, we moeten wel nog zo'n home maken. Die heb je namelijk echt nodig of wil jij een farm hebben. Dus die gaan we gewoon even maken bij de crafting table die we toch net hebben neergezet. Zo, en dan doen we zo en zo. Perfect. Dan leggen we gelijk ook wat water eventjes neer, zodat het water gewoon blijft liggen. Of ja, zodat de farm gewoon mooi blijft staan eigenlijk. Dus wat ik dan doe, is ik pak er 2 emmertjes water bij. En dat is alles wat we nodig hebben. Deze zet ik namelijk hier neer. Dan kunnen we daar pakken en dan kunnen we daar zetten. En dan kunnen we daar pakken en daar zetten. En daar pakken en daar zetten. En daar pakken en daar zetten. En klaar! Zo makkelijk is het om een farm te maken. En dan kunnen we nu gewoon alleen deze 4 stukjes wat seeds geven. En dan gaat dit groeien. En dan kunnen we met de extra seeds die we daarvoor krijgen zo meteen de rest van het farm maken. En jeetje, wat heb ik een honger. Oh, is het slim om kelp te eten? Nee, ik had hier eigenlijk blokken van moeten maken. Het overige kelp eet ik wel op. Maar die blokken kunnen we echt goed gebruiken als brandstof. Zo, dat was weer even lekker. En dit stapelen we allemaal gewoon hier weer mooi op. Ook moeten we het wat mooier maken voor de kippetjes eigenlijk. De kippetjes verdienen het gewoon net wat beter. Dus ik zit zo te denken. Oh, nee, 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 nee! Oké, die vangen we straks wel op. Wil ik een keer een mooi huis voor ze bouwen? Ontsnappen ze allemaal. Is toch niet lief van ze? Oké, we gaan dit gewoon op deze manier zo maken. Op pakketjes. En dan hebben we meer hekken nodig. Oké, hoe ga ik aan die hekken komen? Sowieso kan dit hier staan. Oké, ik heb er sowieso nog 2 nodig. Oké. Hoe ga ik dit doen? Ik ga het doen door heel wat sticks te maken. Die zet ik daar neer. En dan zet ik die daar neer. Oké, we hebben 1 zo'n deur nodig. Dan dit zo. En dit zo. Hoppakee. Oké, we hebben nu al heel veel fences trouwens. Eentje wil ik hier in het midden hebben. Deze moet ik even pellen. En dan kunnen we deze daar, daar, daar en daar zetten. Dan kunnen we op die manier dit openmaken. En dan hebben de kippen gewoon veel meer ruimte. En dan moet ik er nu voor zorgen dat de oude kippetjes ook weer 4 er binnen komen. Eén eentje. Ik heb er trouwens 4. 1, 2, 3, 4. Oké, er is wel 1 kuikentje uitgekomen. Weet je wat? Jij bent dood. Dan moet je maar niet meer naar buiten lopen. En wat we dan trouwens ook nog kunnen doen om het wat mooier te maken, is hier wat slabs opleggen. Op deze manier en op deze manier. Hoppakee. En dan ziet het er net wat mooier afgewerkt uit eigenlijk. Het begint nu echt op een leuk survival eilandje te lijken. Klik op een van de 2 video's die jullie hier naast mij kunnen zien staan. Die moet je echt gezien hebben. Doei!